Zo leuk. Nou, ik ben maar blij met Michelle met die harde wind. Naar de supermarkt. Ik weet dat ik niet kiezen kan. Kijk eens aan. We zijn nog stiekem een beetje aan het exploren. Ik had één keer één mental breakdown. Ja, het is ongelooflijk. Ik kan al niet. Er komt een geheimtje. Oh. Good morning, I'm Denise. Dat kan ik nu weer zeggen. En daar ben ik weer met een nieuwe vlog. Ik heb een heerlijke vintage blouse aan. Kijk, met zijn prachtige details. Ik draag hem wel open zo vandaag. Een legging en ik doe mijn Dr. Martens slacker erbij aan. Want ik ga zo naar Rotterdam, naar Hotel New York. Want daar heb ik afgesproken met Sophie Roosendaal. Je kan herkennen van deze video die we laatst samen opnamen. En ik had al, nou ik denk wel 3 jaar op de planning staan om met haar koffie te drinken. Want ik ken haar van zo'n geweldige serie, jongens. Als ik ergens over twijfel, dan is het over kinderen krijgen. En nou, ik had één keer één mental breakdown en toen dacht ik, ja, ik typ gewoon even op Google kinderen ja of nee of zoiets. En toen kwam ik dus bij een serie van haar terecht, nou, 8 afleveringen lang of 9, gaat ze de vraag bij zichzelf aan en gaat ze op verschillende manieren proberen, ja, hoe het is om kinderen te hebben. Nee hoor. Nee, maar ja, het is een lastig onderwerp. Dat zal heus nog wel eens hier voorbij komen. Bij mij, ik loop even naar mijn pannetje, want die mag ik nooit alleen laten van oma op het vuur. Kijk, het staat alweer te borrelen. Maar wat ik nog meer ga doen, mooie sfeerbeelden natuurlijk maken in Rotterdam. Want ik ben echt 3 jaar niet naar Hotel New York geweest. En verder ga ik vandaag ook nog werken en ik ga eindelijk, ja dat laat ik jullie gewoon alvast zien. Eindelijk is het moment dat ik dit lang verwachte pakket ga openmaken. Ik kijk er nou echt al 9 weken naar uit, maar ik had steeds geen tijd. Dus maar nu moet ik snel ontbijten, want de trein gaat zo. I made it. En ik weet nou even niet of ik een mondkap op moest, ja of nee. Dus gelukkig had Luc gisteren een mondkap nodig. En toen dacht ik, oh ja, misschien moet ik die ook maar meenemen. En mijn paraplu is kwijt, maar hier heb ik er nog één. Die is denk ik ook nog wel goed bestendig tegen de wind, hè? Als ik het zo zie. Ik ben maar blij met Michelle met die harde wind, zeg. Holy moly. Oké, jongens. Ik ben gearriveerd in Hotel New York. Superleuk. Met Sophie. Thuis had ik al even wat verteld, maar misschien wil je jezelf nog introduceren. Ja, ik wil mezelf introduceren. Ja, ik maak ook video's en vlogs ook onder andere. En ik vind het zo leuk om jou te ontmoeten. Het is precies zoals op de video's. Nou, en Sophie dus ook. En ik zei al, we hadden dit echt al jaren geleden besproken om koffie te drinken. Nooit gedaan. Maar nu is eindelijk de dag. Ja, dat voelt toch gelijk heel vertrouwd. Ja. Omdat ik het ja, ken. We gaan heerlijk genieten van ons koffietje. Ik heb deze en jij hebt cappuccino. Uiteraard. Kijk eens aan. Hey. Leuk, een sfeershot van Sophie. Ze is veel langer dan ik. Dat weet je natuurlijk nooit als je video's kijkt. Ja. Bij mij zeggen mensen wel dan vaak, wat ben je klein. Maar ik had het nou helemaal niet verwacht. Grappig. En we zaten net, dus ik wist het nog niet. Nee, dat viel ook nog niet op. Nou, we zijn nog stiekem een beetje aan het exploren. Want we zijn in een zaal gegaan. Waar je dus, nou ik denk, een vergadering kan houden of zo. Ja, receptie van als je gaat trouwen bijvoorbeeld. Maar ik weet nou eigenlijk niet of je hierheen mocht. Maar het is wel heel mooi om te zien. Kijk, met deze bank en dit hoekje. En daar doen we nog even een fotoshoot. Ja,
dacht, ik maak nog lekker even een wandelingetje. Sophie is weg. En het was erg gezellig, zeg. Het is ongelooflijk hoeveel overeenkomsten we hebben met elkaar. Ik hoop dat jullie het verstaan door de wind. Maar dit blijft zeker niet bij een eerste date. Maar er zullen er meer volgen. Kijk nou even hoe mooi. Maar toch ben ik blij dat ik in de rust woon. Ik twijfel of ik nog even naar de stad ga. Primark misschien. Of dat ik thuis ga filmen. Maar ik zal even de tijd checken en dan merken jullie het zo. Tada, daar ben ik weer vanuit mijn auto. En ik heb mijn hand op de knip gehouden, want ik ben niet naar de Primark gegaan. Ook niet naar andere winkels. Maar ik ga nu wel eventjes boodschappen doen, want dan hoef ik dat straks niet meer te doen. Ja, ik doe de boodschap. Elke dag weer naar de supermarkt. Ik weet dat ik niet kiezen kan. Al het lekkers. En wat kies je dan? Geraspte kaas. Ja, ik doe de boodschap. Elke dag weer naar de supermarkt. Ik weet dat ik niet kiezen kan. Al het lekkers. En wat kies je dan? Blokjes tomaat. Ja, ik doe de boodschap. Elke dag weer naar de supermarkt. Ik weet dat ik niet kiezen kan. Ik was gezellig naar de buurt super. Dat doe ik tegenwoordig soms in plaats van de Jumbo of Albert Heijn. Even een beetje een vakantiesfeer. Hè? Alsof je op een huisjespark woont. Maar jongens, het is één bende, het hele huis. Ik kan er niet tegen. Ik ga even een opruimrondje doen. Een krantje erop. Maar jongens, waarom we dus zo erg op elkaar lijken, ik weet niet of ik het zo kan noemen, Sophie en ik. Maar we denken een beetje hetzelfde over de liefde. Dezelfde vraagstukken gaan door ons hoofd. Dus over sommige dingen, over kinderen, over huisdieren. We houden allebei van gezellige plaatsjes. Van de natuur, van wandelen. En dan denk ik, waarom heb ik nou weer 3 jaar gewacht, hè, om koffie te drinken? Dat had toch al wel eerder gekund, maar ja, dan doe je het weer niet. Nog meer pakketten, want er is net een pakket bezorgd. Oh, kijk. Hoi Denise, nog even nagenieten van het Nelson event. Leuk zeg. Zo leuk. Een foto zit erbij van de dag. Kijk. Hier zijn we allemaal. Kijk Denise. Ik wil Denise nog even bedanken in deze video. Want door haar dacht ik, ja, YOLO, ik word weer aan Denise. En kijk, dat is ook Denise. Leuk zegt dit. Dat is nou iets om weer te bewaren voor later. De professionele setup. Jongens, ik ben helemaal in mijn nopjes. Hier zie je iets van wat ik net heb uitgepakt. Meer zeg ik er niet over. Ik ga lekker snijden, want Luc zegt dat de eindevaluatie bezig is van zijn dag. En het is natuurlijk wel leuk als ik een keer als vrouw des huizes het eten al heb afgerond. Hallo. Hallo, ik was even aan het koken al hoor, vandaar. Oh, leuk, lekker. Ik ja. Ik ben nu onderweg naar het station lopend. Oh, oké. Okay. Jongens, Luc zei nog, ik heb zo zin in die ovenschotel met pesto. En ik heb gewoon nergens opgeschreven wanneer je die pesto erin moet doen. Dus ik heb geen idee. Ik heb het nu maar door de saus gedaan. Ja, het is ongelooflijk. Ik kan al niet goed begrijpend lezen met een recept. Überhaupt niet, maar ook niet met een recept. Maar blijkbaar kan ik het ook niet opschrijven, helaas. Maar goed, dat houdt me weer wakker voor een volgende keer. Dit is het nu geworden.
Luc is nu bijna thuis met lopen. Hij gaat nog even langs de supermarkt. Dus ik doe dit de oven in en dan is het hopelijk dus gelukt met die pesto. Oh, is mijn broccoline. Ja, is het iets anders of zo? Is in het bloemkool. Ja, want ik zat het net te maken en ik las het. Ik dacht, nou, er staat helemaal geen pesto, joh. Ja, het is wel zo dat hij erin heeft. Dus ik heb het gewoon niet en heb het gewoon. En nog meer? Want, dames en heren, hier komt een geheimtje. Oh. Denise, die eet altijd een heel klein beetje avondeten. En vroeg je het aan mij of ik ging halen of je... Toetjes. Toetjes. Chips. Een chocola. Een Belgische bonbons, of weet dat nou? Ja, zeebanket. Nou, fijn. Dankjewel. Nou, dan is de avond officieel begonnen. Ik vond het weer een geweldige, enerverende dag. Met veel leuke nieuwe indrukken. Hopelijk ga ik vaker afspreken met Sophie. Hopelijk kook ik vaker, want dat doe ik dus ja, nooit. Ik bereid dat nooit voor. Maar ik merk als ik dus een vlog maak, dan moet ik wel een soort van. Dus misschien is dat ook een reden om vaker te filmen. Verder ga ik zaterdag naar Rutger. Dus ik denk dat ik dan ook weer eens gezellig een vlog maak. Daar heb ik nou echt zin in. Ik kan wel zeggen dat ik het weer een beetje te pakken heb. Hopelijk slaan mijn thumbnails ook aan. Zodat mensen er naar gaan kijken. Maar jullie bedank ik in ieder geval voor het kijken. Ik zeg nog één keer. Vergeet niet om een duimpje omhoog te doen. En te abonneren. En je kan me natuurlijk ook volgen op Instagram. In de tussentijd. Heel erg bedankt jongens. En tot de volgende keer om 4:00.